Jag är en röd. Nej. Ut sin fot i söderum, ett ström dår i grum. Tusken himmel är en hall, en trän fodal. Det är livens ben och fie, ett blod än det trä. Ändret blod ju kräv, och tucken från det ben. En ett blod vid det pris, om sönder fräk igen. Ett fallbad och kam. Wat haast toch met Johnny Cash? Nou, dat wordt bij ons thuis al draaid. Nou, ik denk dat ik, nou ja, vanaf mijn geboorte al, denk ik. Dus hij deed vroeger op de Ray Fox Band Recorder. En dan luisterde bij alle snijden mee aan naar Johnny Cash. Vooral dat oude spul van Johnny Cash, dat zit er zo'n bord in. Dat kreeg ze met Hank Williams en dat spul. En hè, die country muziek, dat hier al je van hem, wat hier wie mijn voorbeeld was, zeg maar. Dus hij die kocht dan singeltjes. Chuck Berry en dat soort spullen, dat ben je maar grootgebracht. Dat kregen we thuis te jaren. Dus ja, dat bloed hing je. Oké, you ready? We ready. Hello, I'm Johnny Cash. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I just hit town, the road was dry. Thought I'd stop and have myself a brew. Johnny Cash wie een Amerikaanse gospel- en countryzanger. Zijn liedteksten gaan vaak over geloof, zonders en het begin van een moord. I Walk the Line en A Boy Named Sue wie een zijn grootste hits. Verskate Friese formaties nemen in totaal 13 nummers van Johnny Cash op in de studio van Oentjerk. En ik herinner dat ze wennen in de film bij de geest. Van Kepaneeltje, maar du bist mijn vriend. Hey! Ze scoren die dan roen als een scurve hoen. Oh, die stutje trouw de hele streek. Doos is naar Belsum. Onze idee was dat het bestie eigenlijk weer drie dingen. Ten eerste, wij willen artiesten hebben die het of helemaal utrancheerd waren, of nog nooit opname hebben. Orden, maar jong talent. Die combinatie moeten we meiden. Dus daarom stond je direct net de geëikte namen op, zeg maar. Ten tweede, we willen het helemaal zelf dragen. Dus wel met sponsors, is, maar net subsidie. En wij willen het heel dichtbij brengen. Dus nou nemen we op. Nou, er gaat aardig wat muziek, aardig gaat er gratis voor. Dat is MP3, komt CD, komt vinyl. En dan komen zij eens optreden. Ze zijn al je gratis toegankelijk. En het bloed, Sneuën die in de Foppeland en de Hamstrasombar voor de opnames van het noemer Verlossing, de oorzetting van Redemption. Nou, toen ze me vroegen om mij te doen aan het Cash-project, en toen wonen ze graag dat ik het noemer Redemption was. Dat is, dat gaat over de verlossing van Jezus Christus. En daar heb ik persoonlijk ook wel wat mee. Dus dan, dat jouw zeker cachet ons aan verhaal. En dan geeft een beetje de levenswandel van die man doekst wat verder in. Dus dan net alleen de muziek, ook, maar wat had die man dien en hoe had hij zijn leven leid en wat er gebeurd in zijn leven. Nou, die man die had krijg wat meer drugs en drank gewoon dat ik gewoon had. Zeer respectabel. En, ja, dan kreeg je een bepaald beeld van zijn man, van hey, zijn hele leven trouw, rare triët van red ik het net in het leven. Je had het moeilijk in gewoon. En ja, toch de muziek altijd als rare triët gewoon, en dat vind ik geweldig van zijn man. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down, and ran to the ground. Then a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me, and I clung to the tree. Zo, die man die koest jongen, dat ken ik net. En ik kom, ik ben entertainer en ik produceer lawaai. Dus ik had echt net de intentie dat ik zijn noemer zangtechnisch vertolken mag. Het enige wat ik ervan ken is de ziel vanuit hoe hij dat noemer bracht. Dat ik zijn noemer ik brengen kan, op mijn manier. Uit zijn aan is het roem, uit zijn zide is het roem, uit zijn voet is het roem.
Het wie in 84 de lente weer. Oh. Ah, die kijken de kop. Ja, ja, dat wel. Ja. Het zijn hoorn is een rum, het zijn sidder is een rum, het zijn voet is een rum, het streemt op de grond. En het stem in mijn hart, zei dus net te laat, die had me hard verbeen, ik klank me aan de been. En het bloed joeg kraag, op het hoeken van de been, het bloed die de vries. Om zo te vrij te geven. Heel. Ja, klein, hè? Ja, ik zie het wel.